Hoe zorg je voor een productieve dag? Vandaag ga ik het daar met je over hebben. En ik ga 6 boosters met je delen die je kunt gaan toepassen om je dag productiever te maken. En ik denk dat eigenlijk heel veel van, laten we zeggen, de beste dingen om productiever te worden ook gewoon volledig gratis zijn. Dus ik ga ook gratis tips met je delen, gewoontes met je delen die gratis zijn, dus die je gewoon kunt toepassen in je leven zonder dat je daar eigenlijk iets extra's voor nodig hebt. Behalve ja, je eigen gewoontes, je eigen lichaam om het uiteindelijk te gaan doen. Okay? En ik denk dat het mooi is dat hoe meer je hiervan toepast, hoe meer je dit structureel toepast, des te productiever je kunt gaan worden. Dus laten we er gewoon induiken, zou ik zeggen. We gaan naar nummer 1 toe. En de eerste is, zoals ik dat noem, ritme en routines. En ik wil het hier vooral, dit stukje even hebben over je dagelijkse ritme. Dat je dit op eenzelfde soort manier wilt gaan doen. Dus wil je productiever zijn, dan werkt het heel goed voor jouw lichaam om te weten wanneer ga je naar bed, wanneer sta je op. En hoe meer je dat in eenzelfde vorm hebt, dus elke ochtend sta je op om 7 uur en elke avond ga je naar bed om 11 uur, bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Jij bepaalt voor jezelf hoe je dit wilt hebben. Dit kan ook veel later zijn. Hè? Je kan ook zijn dat je zegt van, hey, ik wil elke dag om 10 uur opstaan. En ik ga om 1 uur 's nachts naar bed. Alles prima. Hè? Dus dit is hoe jij het wilt hebben. Maar als jij die structuur aanhoudt, dan gaat jouw lichaam wennen aan die structuur. En dat gaat je veel productiever maken. Hoe groter je de schommelingen hebt, des te ingewikkelder het wordt om extreem productief te zijn. Omdat je lichaam dan opnieuw continu moet gaan wennen aan het verschil in ritme. Ja? Dus dit is een heel belangrijk onderdeel. Ook gedurende de dag heb je deze momenten natuurlijk, waar je kunt kijken van wanneer ga je eten, wanneer heb je je ontbijt, je lunch, je diner en al deze onderdelen. Ja? Dus ook daar kun je voor jezelf gaan checken van hey, en met elk ander onderdeel geldt hetzelfde. Wanneer ga je sporten? En in welke mate zit daar een bepaalde structuur in? En alle andere dagelijkse dingen die voor jou belangrijk zijn en die jij toepast en op welke manier jij dat wilt gaan doen en op welke manier jij dat toepast. Ja, dus dat is nummer 1, ritme en routines. Om daar voor jezelf naar te gaan kijken van oké, zit daar voor jou dus nog iets in? Zit daar voor jou nog winst in? Kun je dit nog verder optimaliseren? Of doe je dit eigenlijk al helemaal goed? Het mooiste hierin is bijvoorbeeld ook dat je in de weekenden eigenlijk hetzelfde aanhoudt. Dit is normaal gesproken een uitdaging. Ook niet altijd. Ja, in sommige, misschien hou je ervan om af en toe uit te gaan in het weekend. En dan wordt het later. Ja, dat geeft al frictie hè, op je productiviteit. Aan jou, of je dat wil of niet natuurlijk. Dus dit staat helemaal los van waar ik het alleen over heb. Voor nu is hoe kun je optimaal productief zijn. Als jij ervoor kiest dat uitgaan is voor mij belangrijker dan dat ik optimaal productief ben. Dan is dat natuurlijk helemaal prima. En stel je die prioriteit erop. En accepteer je ook zeg maar, de gevolgen daarvan. Ja, dus dat is een van die onderdelen. Ten tweede is het inbouwen van kompasmomenten. Ik heb het hier best wel vaker over gehad in verschillende video's. Een heel belangrijk onderdeel binnen mijn eigen concept. Ook mijn eigen foundering van hoe ik graag productief wil zijn. Dat zijn kompasmomenten. En dit betekent niks anders dan dat je momenten voor jezelf inbouwt. Waarin je nadenkt over hey, waar sta ik nu, waar wil ik naartoe en ben ik eigenlijk nog op het pad. Nou, dus je gaat eigenlijk een kompasmoment voor jezelf maken. Je gaat een moment pakken, je pakt je kompas erbij. Dit hoef je niet letterlijk te doen. Maar je gaat dan nadenken van hey, ben ik eigenlijk nog in de richting waar ik ook zelf heel graag naartoe zou willen gaan. Dit kun je op jaarlijkse basis doen. Ik doe dit zelf 1 dag per jaar. Meestal net voor een nieuw jaar ben ik hiermee aan de slag. Kijk ik terug op het hele jaar. Heb ik mijn jaardoelen bijvoorbeeld bereikt? Ben ik gefocust daarop geweest? En waar wil ik eigenlijk het volgende jaar mee bezig zijn? Waar wil ik me op focussen? Dit helpt heel erg om uiteindelijk veel later productief te zijn. Want als jij deze doelen niet hebt, ja, hoe kun je dan productief zijn? Hè? Waar ben je dan productief op? Je bent misschien dan op iets productief waar je voor de rest helemaal geen aandacht aan wilt besteden. Bijvoorbeeld. Ja, dus dit zijn onderdelen die belangrijk zijn. Jaarlijks kun je dit doen. Ik doe dit zelf. Vervolgens deel ik deze jaardoelen ook op in kwartaaldoelen. Dus elk kwartaal pak ik zo'n momentje voor mezelf. Een kompasmoment. Dit kun je ook nog per maand doen. Of zelfs per week. Per week doe ik het ook. Dat zijn kleine momentjes. En niet een hele dag dat ik ermee bezig ben. Maar eigenlijk 10 minuten bijvoorbeeld. Dat ik daar eventjes naar kijk. Hey, wat heb ik afgelopen week gedaan? Wat doe ik de komende week? Ik denk dat het zelfs nu nog korter is. Maar als je ermee begint zal het iets meer tijd
kosten om daarmee bezig te zijn. Deze momenten helpen heel erg om niet de hele tijd in die ratrace te zijn, altijd maar dingen te doen. En eigenlijk nooit tijd hebben om dat ene moment te pakken. Oké, ik ga even 10 minuten zitten. Wat heb ik eigenlijk afgelopen week gedaan? Wat ga ik eigenlijk de komende week doen? Voor mij is het heel erg niet alleen maar verfrissend om te doen, maar het werkt ook heel goed hier voor je mind om daarmee bezig te zijn en daarmee aan de slag te zijn. Ja? Dus kompasmomenten. Onmisbaar voor mezelf in ieder geval om optimaal productief te zijn. Vervolgens kun je die momenten ook pakken om dus de hele week te gaan plannen bijvoorbeeld. Het derde wat ik met je wil delen is het ochtendritueel. En dit betekent niet alleen maar het opstaan van dat je een bepaald moment pakt om op te staan of het eerste uur van de dag. Dat is wel een belangrijk onderdeel daarvan. Maar om voor jezelf te bepalen hoe wil ik eigenlijk 's ochtends opstaan. En hoe minder je hierover hoeft na te denken, des te makkelijker het gaat. Maar je kunt veel productiever worden door je ochtend ook optimaal in te stellen. Er is een groot verschil tussen opstaan in de ochtend en direct een half uur op je telefoon te scrollen, te kijken, berichtjes te beantwoorden. Of door meteen op te staan en eerst een half uur te gaan mediteren of een half uurtje te gaan wandelen zonder telefoon. En vervolgens je dag te beginnen. Heel groot verschil in hoe productief je de rest van de dag kunt gaan zijn door de manier waarop je opstaat. En dus win de ochtend, win de dag zou je kunnen zeggen. Het is heel belangrijk, dus kijk voor jezelf hoe kun jij dit zo inrichten dat jij de dingen doet die jij wilt doen. En misschien wil je wel een bepaalde gewoonte ontwikkelen of wil je iets ontwikkelen, dan kan het heel goed zijn om dat bijvoorbeeld al in de ochtend te gaan doen als je daar de mogelijkheid voor hebt. Stel je voor, jij zou heel graag een nieuwe taal willen leren, dan zou je 15 minuutjes in de ochtend kunnen pakken om bijvoorbeeld die nieuwe taal te gaan leren. En dan heb je dat moment al gepakt en heb je de rest van de dag om productief te kunnen zijn op andere onderdelen. Er zijn heel veel variaties op deze onderdelen mogelijk. Daarom heb ik hier ook heel veel aparte video's over opgenomen, over dit ochtendritueel. Dus check dan even mijn YouTube kanaal. Je vindt dat zoekbalkje. Klik op het zoekbalkje en tik eventjes iets in van bijvoorbeeld ochtendritueel, ochtendmens, avondmens, zoiets. En je gaat dingen tegenkomen over dat ochtendritueel. En vervolgens kun je ook die video's checken als je hier meer in-depth informatie over wilt hebben. Okay? Vervolgens hebben we 4. Regels maken voor jezelf voor externe prikkels. Ik denk dat dit heel erg belangrijk is om te doen. Externe prikkels, wat bedoel ik daarmee? Misschien ook handig om even uit te leggen. En dus wat ik hiermee bedoel is bijvoorbeeld je telefoon is een externe prikkel. Als de notificaties binnenkomen, dat is een externe prikkel. Als mensen zomaar je kantoor inkomen lopen, is een externe prikkel. Als mensen je gewoon opbellen, is een externe prikkel. Als er een mailtje binnenkomt en jij krijgt hier een berichtje van of iets dergelijks, een notificatie. Dat is een prikkel. Ja, dus het zijn allemaal externe prikkels die komen van, over het algemeen, andere mensen. Die iets van jou vragen op dat moment. En hoe meer je dit kunt, jij je kunt afzonderen van die externe prikkels, des te meer jij productief kunt zijn op de dingen die jij graag wilt doen. Dus dit is iets waar je regels op wilt gaan bouwen voor jezelf. Dus bijvoorbeeld, wanneer wil je wel en wanneer wil je niet bereikbaar zijn en voor welke mensen wil je dat ook zijn? Misschien wil je bijvoorbeeld voor je allerbelangrijkste mensen in je leven, laten we zeggen dat zijn er bijvoorbeeld 5, voor die mensen wil je altijd bereikbaar zijn. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Voor al die andere vrienden, de iets minder belangrijke vrienden, hè, je begrijpt wel wat ik hiermee bedoel, wil je misschien alleen in de avond bereikbaar zijn. Dat als zij jou bellen, oké, als ze jou in de avond bellen, dan kun je opnemen, dan heb je ook notificaties misschien daarvan aanstaan, dan reageer je daarop, WhatsApp bericht is bijvoorbeeld hetzelfde, maar overdag wil je dat bijvoorbeeld niet. Misschien wil je dat wel, misschien vind jij het heel belangrijk om altijd voor iedereen bereikbaar te zijn. Op elk moment. Oké? Je begrijpt wat ik bedoel. Hoe meer jij je openstelt voor de bereikbaarheid voor heel veel mensen, ja, des te minder productief jij kunt zijn op jouw eigen taken. Spreekt voor zich eigenlijk. Dus hier wil je ook voor jezelf een mengsel in maken en een heel goede mix vinden, een combinatie vinden die bij jou past.
En dat begint bij, ja, voor welke mensen wil je bereikbaar zijn, wanneer, wat ga je doen met je telefoon. Dus kunnen mensen je altijd bellen, notificaties, moeten die altijd aanstaan of allemaal uitstaan of iets in de midden. Hier kun je allemaal mee spelen, maar wat je wilt is dat je dit helder hebt voor jezelf. Wat zijn de regels? En die regels wil je ook communiceren naar je vrienden, naar je familieleden toe bijvoorbeeld. Hier zijn heel veel mogelijkheden in. Ja. Dus 5, voor een hogere productiviteit op dagelijkse basis, weten. Het is heel belangrijk om te weten wanneer je wilt presteren. Nou, dit klinkt misschien, ja, ik wil altijd presteren. Is eigenlijk onmogelijk om altijd te presteren. Je kunt niet 24 uur altijd op het hoogste niveau, hoogste energie presteren. Je gaat altijd bepaalde diepjes hebben en er zijn momenten waarop je beter kunt presteren dan andere momenten. Dat is wat het is. En daar wil je juist het beste uithalen. Je kunt natuurlijk heel veel dingen doen, hè, om die prestaties omhoog te halen. Regelmatig bewegen, gezonder eten. Hè, de eigenlijk standaard dingen die we allemaal wel weten dat die goed werken. Die werken ook goed. Hè, dat er is een reden dat dat goed werkt. Dus wil je dat zo goed mogelijk aanpakken? Zorg ervoor dat je daar goede gewoontes in ontwikkelt. Vervolgens wil je dus eigenlijk als een soort topsporter ook gaan kijken naar jouw lichaam en naar de prestaties die je wilt leveren. Dus je hebt piekmomenten en je hebt rustmomenten. Iets heel belangrijks in wat topsporters hebben. En je wilt die piekmomenten groter maken of je wilt die piekmomenten, daarin wil je gaan pieken natuurlijk. Daarin wil je gaan presteren. Over het algemeen is dit voor de meeste mensen in de ochtend. Dus wanneer je opstaat heb je nieuwe energie. Dus je hebt de sterkste energie, ik zeg voor de meeste mensen, misschien niet voor iedereen. Jij kunt het voor jezelf checken. Meestal wel. Dus in de ochtend zou je kunnen zeggen, hey, dat is dus mijn piekmoment. Daarin wil ik presteren. En dat betekent niet dat ik mailtjes ga afhandelen, simpele taken ga doen. Nee, dat is het moment dat ik denkwerk doe. Dat ik werk aan mijn belangrijkste doelen, mijn belangrijkste prioriteiten. En me daar ook helemaal op ga focussen. Dan kun je daarin gaan pieken. Als dit voor jou de avond is, kun je dus andersom. Vervolgens heb je rustmomenten nodig om tot die piekmomenten te kunnen komen. Dus goede slaap is een hele, hele, hele belangrijke daar bijvoorbeeld al voor. Maar het kunnen ook andere dingen zijn waarvan jij, waarin jij aan het relaxen bent, waarin jij die rust hebt. Misschien is het voor jou rustgevend om, ja, elke avond even een filmpje te pakken. Misschien een paar keer per week, misschien één keer per week. Ja, of het kan van alles zijn. Nogmaals, het kan zijn met de hond wandelen, dat jou dat rustmoment gaat geven. Dat je even lekker niet hoeft te denken en rust kunt creëren voor jezelf. Wat het ook maar is, je wilt die rustmomenten inbouwen en weten wat dat voor jou is en die gaan toepassen. Een kleine siesta inplannen bijvoorbeeld, hè, een middagdutje als dat goed voor je werkt, ga dat toepassen. Als je het allemaal niet weet, ga dingen proberen en ga kijken hoe dat werkt. Oké. Dan gaan we, zoals je misschien een beetje kunt horen, ik ben een klein beetje verkouden. Dus excuses daarvoor. Als het, volgens mij valt het niet te veel op. Maar ik heb het wel iets zwaarder op het lichaam zitten op dit moment. Gaan wij door naar 6. Die ik met je wil delen. De laatste is prioriteiten stellen. En deze ook goed balanceren. Hier heb je heel veel verschillende onderdelen voor om het ook productief te maken. Hoe beter jij jouw balans kunt vinden tussen enerzijds bijvoorbeeld privé en zakelijk. Ja, des te productiever jij jezelf natuurlijk kunt maken op de lange termijn. Het gaat allemaal om de lange termijn. Nou, al deze tips zijn op de lange termijn van toepassing. Je kunt ze nu al toepassen. Het gaat ook meteen effect hebben. Maar echt op de lange termijn ga je een heel groot resultaat hiervan zien. Dus dit wil je goed cancelen, dus privé en zakelijke doelen, maar ook gewoon verschillende doelen in het algemeen. Dus ik heb het heel vaak over de 4G's. Als je niet weet wat dat is, ga even naar mijn YouTube kanaal, doelen stellen, zoek op doelen stellen en je vindt wel meer over deze 4G's. Ja, dus voor mij, dat zijn 4 onderdelen waar je doelen op kunt stellen en die je balans geven. Dus dat zijn niet 4 doelen die alleen maar gaan over business bijvoorbeeld, of alleen maar gaan over gezondheid. Nee, het is een combinatie. Dus gezondheid is één van deze. Geluk is de andere. En dan hebben we ook nog groei en we hebben geld. En deze hebben allemaal verschillende dimensies. En je wilt eigenlijk doelen hebben op al deze gebieden, zodat je in balans blijft. Prioriteiten stellen is dus een hele belangrijke om productief te zijn. Aan het begin van de dag wil je natuurlijk eigenlijk al weten, oké, wat is het belangrijkste doel voor deze dag? Wat wil ik sowieso eigenlijk gedaan hebben? En dan is mijn dag al voltooid. Dit wil je voor jezelf helder hebben. Dit wil je voor jezelf weten eigenlijk elke dag.
En het hoeft niet altijd een doel te zijn wat gerelateerd is aan werk. Oké, ik moet dit doen. Nee, het kan op een zondag kan je belangrijkste doel zijn om gewoon lekker te relaxen. Los te laten. Helemaal geen plan te hebben. En gewoon te chillen. Dan is dat jouw prioriteit op dat moment. Ja, bij prioriteit denken heel veel mensen meteen aan bam, bam, bam. We moeten knallen, we moeten presteren. Maar dat hoeft niet per se. Oké? Dus denk er voor jezelf over na. Prioriteiten stellen. Hoe pak ik dingen aan? De kompasmomenten zijn hier heel mooi voor. Hè? Daar kun je die doelen heel mooi in toepassen. En zorg dat je een balans hebt tussen deze doelen. Dus je kunt een hoofdthema hebben. Oké, dit jaar focus ik me heel erg op dit. Of deze week focus ik me heel erg op dit. En dus bijvoorbeeld op werk. Dat kan. Maar dit wil je voor jezelf dus gaan managen. En je wilt niet dat die anderen helemaal wegvallen. Hè? Dus je gaat niet zeggen van oké, ik ga dit hele jaar alleen maar op werk focussen. Maar ik ga helemaal niet sporten. Ik ga helemaal niet praten met mensen. Et cetera, et cetera. Dat werkt natuurlijk niet. Dus je wilt daar ook nog steeds een minimum... Een soort van minimum aan doel hebben. Een beetje tijd in ieder geval stoppen in die andere onderdelen ook. Zodat je niet helemaal alleen maar opgaat in dat ene ding. Oké. Heel veel, denk ik, om te gaan toe te passen om jouw dag nog productiever te maken. Ik denk dat dit 6 hele sterke boosters zijn die je op dagelijkse basis kunt toepassen. Het is iets wat ik op dagelijkse basis zoveel mogelijk probeer toe te passen en waar ik zoveel mogelijk probeer na te leven ook. Dat was hem. Ik heb jouw input heel graag. Ik zou jouw input heel graag willen hebben. Dus ten eerste zou ik je willen vragen om een duimpje te geven als je deze video heel leuk en waardevol vond. Laat me hieronder in een reactie in de comments ook eventjes weten wat zijn voor jou boosters die jou veel productiever maken op een productieve dag. Pas jij een paar van deze 6 al toe? Wat is misschien voor jou vanuit deze 6 de meest waardevolle waarvan je denkt, dit wil ik gaan toepassen nu in mijn leven? Laat het me hieronder eventjes weten in een reactie. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jou de volgende keer natuurlijk weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.